Van wie is die hond? Sinds wanneer hebben we een waakhond gekregen? Wie zijn jullie eigenlijk, als ik vragen mag? Mijn naam is Ma Vlodder en ik ben vanaf nu je stiefoma. Hé, hey, wie heeft dit nou weer gedaan? Hé, hey, Johnny, kan ik even naar de wc hier zo? Nee, dit is verboden toegang. Ben je serieus? Papa, wat doe jij hier? Shh, je moet stil zijn. Ik mag niks zeggen. Ik weet waar oma is, maar dat doen we niet hier, oké? Lijk nu de video, want anders stuur ik whisky op je af. En hij heeft altijd honger. Oké, Michael, je moet snel meekomen. We moeten hier zo snel mogelijk wegkomen. Ja, ik zou het zelf ook wel heel graag willen, maar je moet een beetje oppassen. Om het zoveel tijd komt altijd iemand komen koekeloeren. Zo. Oh nee, dat meen je niet. En waar gaat hij dan naar kijken dan? De laan moet snel zijn. Ze hebben ons waarschijnlijk gehoord. Oké, okay, Michael, ik ga je loslaten. Alleen is het tijd om even mee los te maken. Oh wacht, ik hoor iemand aankomen. Oké, okay, snel, stoppen. Oh nee, daar is Keesje. Oké, wat gaat Kees daar nou weer doen? Oh, wat heeft dit te betekenen? En oh, die kruk schiet eruit. Oh, ik hoop dat hij niks door heeft. Ik hoop dat hij dom is. Gelukkig is Kees altijd heel erg dom, weet je. Maar goed. Zeg, wat moet je nou van mij, hè? Waarom ben je me zo lastig aan het vallen? Stil jij. Je hebt niet het recht om te praten. Heb je dat heel goed begrepen? Oké, okay, sorry. Ik heb niks gedaan hoor. Oké, okay, als ik ook maar iets hoor, kom ik terug en dan zal het wat minder. Gezellig zijn. Oké, dat was echt maar op het nippertje. Gelukkig gaat hij er maar snel vandoor en misschien maar beter ook, want anders hadden we echt een probleem. Oké, gaat hij weg? Ja, top. Kom Michael, we moeten snel wegwezen hier. Natuurlijk, ik wil ook snel weg. Ik denk dat het een goed idee is. Oké, is daar. Oké, kom snel. Delano, ik ben echt super blij dat je bent gekomen. Anders had ik misschien nog wel langer vastgezeten. Weet jij veel hoe lang ik heb al niet wat vast heb gezeten dan? Nee, dat begrijp ik. Michael, kom, ik ben hier. Moet snel weg, want anders hebben we echt een probleem. Ja, ik kom al even rustig aan, joh. Normaal ben ik het met je eens, maar we moeten snel zijn. En wacht, we gaan de verkeerde kant op. Kom. Michael, deze kant op. Kom, schiet op. Oké, het is de hoogste tijd om snel even te ontsnappen, want Michael is het net bevrijd. En Michael, schiet nou op. Wat ben je aan het doen, slowmans? Oké, we moeten snel naar buiten toe. Kom. We hebben geen tijd te verliezen meer. Anders hebben we echt een probleem en dat willen wij toch niet? We willen toch juist veilig zijn? Kom, Michael. Doe niet zo dwars, jongen. Michael toch, kom op. Ik snap dat hij een beetje getraumatiseerd bent, maar we moeten snel zijn. We kunnen hier niet blijven. Oké, hier moeten we heel voorzichtig zijn, oké? Is goed, Alano, beloofd. Mooi, en schiet op. Ik weet het, niet te voorzichtig. We moeten wel komen. Oké, 3, 2, 1... Koekoek. Zo, dit is wat we met Johnny doen. Oké, ik hoop dat hij voor een tijdje bewusteloos is. Dus ja, oké, is het daar zo toevallig. Kom, Michael, we moeten opschieten. Ja, kom er al aan. Doe stil jij. Zeg, Delly, wie is die man? Blijf jij hier gezellig of wat is het plan? Hi, Kees. We gaan er net vandoor. Dus bij deze. Er is niks aan de hand hoor. Oh, oké, jammer zeg. Was je niet soms bij je moeder? Ja, klopt. Ik zou inderdaad naar mijn moeder gaan. Klopt, dus ik kan er nu ook vandoor. Tot ziens, Kees. Kom, moet snel weg, Michael. Kom, schiet op. Dat was echt maar een haar. Oh, wat doet hij nou heel de tijd? Goed, weet je, ik ga wel alleen naar de auto. Als hij toch niet wil luisteren. Hier word ik niet zo blij van, hè? Moet snel zijn. We kunnen toch niet een beetje lopen lapswansen? Want daar hebben we geen tijd voor. Goed, laat ik even snel de auto in gaan. Eindelijk, Michael. Ik ben blij dat je weggekomen. Laat snel rijden. En ik denk dat de hoogste tijd is om even naar mama te gaan. In ieder geval jouw vrouw. Maar waarom ben je zo eigenwijs, Michael? Wat is er voor raar gedrag? Oh, ik moet een beetje voorzichtig met mijn auto. Ja, hallo. Ik ben hartstikke getraumatiseerd. Snap je niet wat er gebeurd is of zo? Er is genoeg gebeurd. Vind je gek dat ik een beetje zo raar gedraag? Dus neem me alsjeblieft niet kwalijk, oké? Oké, wat jij wil. Weet je wat, mensen? Ik zie je wel weer thuis. En daar zijn we dan bijna thuis terug aangekomen. En ik denk dat de hoogste tijd is om even die auto te parkeren. En ja, dat is sowieso een goed plan. Dus weet je wat, mensen? Laten we hier even naar binnen gaan. En dan komt het wel weer goed, hè? Ja, inderdaad. Dat kun je wel stellen. Oeh, ik ben wel een beetje getraumatiseerd, jongen, wat er gebeurd is. Dat begrijp ik. Maar maak je maar geen zorgen, Michael. Laat hier even uitstappen. Nou, daar zijn we dan weer thuis aangekomen, Michael. Ja, eindelijk. Oh, ik was al bang dat er iets met mij zou gebeuren. Ik was echt dood bang. Maar gelukkig zijn we thuis. Inderdaad. Hé, Amanda, moet je even iets vertellen? Oh, wat is er gebeurd dan? Luister goed, Michael en ik zijn nu net thuis. En ja, Michael, vertel zelf maar. Ik was dus letterlijk vastgebonden in de kelder van familie Vlodder. Ik meen het. Ik ging naar het casino toe en ik werd gewoon meegenomen door ze. Wacht, wat? Wie is familie Vlodder dan weer? Dat zijn die lui die ook oma uit het huis heeft gegooid. Maar als ze Michael net te pakken hebben gehad en Mike zit in de kelder, waar zou oma dan zijn? Oh nee, dat meen je niet. Ik weet het ook niet. En wacht, voor mij, ik ga even naar de deur toe. Want ik dacht dat ik iets hoorde of zo. Ik weet niet zeker. Even kijken hoor. Hallo, wat doe jij hier? Zeg Delly, heb jij soms Michael gezien? Ik ben hem kwijtgeraakt. Wie? Wie is Michael? Waar heb jij het nou weer over? Ik weet niet wie Michael is. Ik heb hem niet gezien. Dus ja, ik weet dat Michael mijn vader is, maar niet dat hij hier is toevallig. Hoezo? Omdat ik een zakelijk gesprek met hem wil hebben. Daarom. Je wilt een zakelijk spreken? Maar waar wil je hem over spreken? Laat me binnen. En dat is tussen ons. Ik wil liever niet dat je naar binnen gaat. Want Michael is hier thuis en ten tweede. Ik heb even een familiemoment. Ik hoop maar dat je het even respecteert, ja? Oké? Dus, oh nee. Gaat hij nou serieus naar binnen toe? Wat is dan weer iets doms? Oh, meen je dit nou? Hij gaat gewoon letterlijk naar binnen. Nee, liever niet. Waar is Michael dan? Zeg op, ik kom hier niet voor niks. Ja, ik weet niet waar Michael is. Kijk, zie je wat ik bedoel? Alleen maar Amanda is thuis. Mijn moeder. Maar dat is toch niks mis mee? Of wil je per se weer Michael gaan spreken of zo? Je gaat nu zeggen waar hij is. Anders heb je met mij te maken. Heb je dat heel goed begrepen? Zeg, je gaat me niet bedreigen dat ik Michael moet zeggen waar Michael is, hè? Wat denk je wel niet? Hij is niet thuis, dan zie je het toch? Anders had hij toch hier al lang gestaan? Zal hij niet gewoon in de tuin zijn? Dit is echt verspeelde moeite anders. Laat me even kijken, Delly. In de tuin? Nou, ik denk niet dat Michael in de tuin is. Er is jij bijna nooit... Ja, eerder Amanda, omdat ze aan het werk is. Maar niet Michael, oké? Delly, vertel op. Hoort die tennisbaan soms bij jullie of niet soms? Ja, we hebben een groot tennisveld, maar ik wil liever niet dat je daar naartoe gaat, want er zijn toevallig twee mensen aan het tennissen en ze hebben namelijk een lesje gepland. Dus liever niet naartoe gaan, oké? Dat maakt mij niks uit. Ik ben niemand tot last.
Laat me gewoon Fef kijken, ja. Ik maak zelf wel uit wat ik doe. Stuk eigenwijs. Gaat hier gewoon nog naartoe lopen. Hé, dit is een beetje respectloos. Hé, alsjeblieft, ga nou eens even terug. Ik wil liever niet dat je naar de tennisbaan gaat, oké? Want ik bedoel, twee mensen hebben les en dan ga je een beetje lopen lastigvallen. Wat doe je nou moeilijk? Het mag toch wel even kijken. Nee, ik bedoel, het is niet oké dit. Ik bedoel, het is gewoon van hun, oké? Van ons huis. Wou je die knappe dames verbergen? Wat een mooie vrouwen zijn dit. Ah, ja, klopt. Ik heb inderdaad wel knappe dames, jij hier, die aan tennis zijn. Hartstikke leuk, toch? Nou, haha. Kan je niet wat voor me regelen soms, Deli? Ik moet nu terug, dus ik zie je later wel weer. Doei, doei. Helemaal goed, Johnny. Hey, dada. Nou, dat ging maar net goed. Johnny is gelukkig er vandoor gegaan, want anders hadden we echt wel een groot probleem gehad. Of ja, misschien wel, misschien niet. Maar goed, beter dit. Hey, Amanda, wat deed Johnny nou net hier binnen dan? Want hij is net vandoor gegaan, toch? Ja, klopt. Hij is net in ieder geval vandoor gegaan. Moest naar het afspraak of zo. Maar wat deed hij in de garage dan? In de garage? Wat moest hij daar nou weer doen? Weet je waar papa is? Ja, hij is boven, denk ik. Oh, oké. Ik ga eens even kijken waar papa is. Ik hoop dat papa in orde is. Dat vind ik ook wel belangrijk. Het is wel mijn eigen vader, hè? Snap je? Eens even kijken hoor. Hey, hallo. Ze zijn weg, hè? Of niet? Ja, maak je maar geen zorgen, pa. Ze zijn er net vandoor gegaan. Johnny kwam even naar binnen toe, maar je hebt een goede plek gevonden. Alleen pas dan een beetje op. Als hij naar boven was gegaan, had hij al lang gezien. Het is dat hij zo dom is dat hij met zijn vuist steekt in plaats van zijn hersenen. Anders had je een probleem gehad waarschijnlijk. Oh, ik ben blij dat hij met zijn vuisten denkt. Anders was hij naar boven gegaan. Jongen, gaat hij bij de tennisbaan kijken? Wat denkt hij dan niet? Ja, er waren gewoon een paar dames die les hadden, maar die wou waarschijnlijk een privélesje hebben. Die zijn niet zo blij mee, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Hé, maar luister, was jij nou net vandoor gegaan met de auto dan? Of word je ergens anders geparkeerd? Ik hoorde ineens je auto. Mijn auto? Verrek, ben je serieus? Oké, dat is echt niet de bedoeling. Hoe bedoelt hij? Ik hoorde zijn auto. Wat is er voor iets raars? Laat ik eens even gaan kijken hoor. Heb ik mijn auto, hè? Wat heeft dat voor te betekenen? En wacht, ben je serieus? Johnny is met mijn auto vandoor gegaan? Dat betekent maar één ding, dat ik maar snel vandoor ga. Oh nee, oké, laat ik even de scooter gaan pakken. Oh, wat heeft er voor iets te betekenen? Waar kan mijn auto nou precies zijn? Ik weet het niet. Ik had mensen vragen, want ik denk dat sommige mensen mijn auto hebben gezien. Hoe durft Johnny mijn auto te stelen? Ja, sorry dames, ik moet er even snel vandoor. En dit gaat ook helemaal niet snel natuurlijk. Deze scooter heeft me van Jimmy geleend. Oh, Jimmy had al die scooter opgevoerd. Altijd gewoon dat politieke correcte gedoe. Daar heb ik ook niks aan hoor. Weet je, laten we even op gaan zoeken naar Johnny, want ik wil mijn auto hebben. Oké, wij komen dus weer bijna aan naar de volgende plek. En hé, er ligt olie hier. Wat doet die benzine op de grond? Oh, dat is brandbaar. Nou, dat is in ieder geval heel fijn. Lekker fikkie stoken. Oké, dat beter niet kunnen doen. Het is dat mijn motor op mijn scooter echt gewoon explosieproof is. Anders was ik ook de zaak geweest. In ieder geval komen we bij aankomen op de volgende plek. En als het goed is, zou hier mijn auto moeten liggen. Want ik heb mijn AirTag erop geplakt. Een AirTag is zeg maar zo'n klein dingetje die kan weten waar je auto is. Oftewel zo'n tracker. Nou, laat ik er even uitgaan. Maar wat doet mijn auto hier nou ineens? Ik vind het wel een beetje heel raar. Want het is voor plek ook eigenlijk. Ik durf het niet te zeggen hoor. Weet je wat ik ga doen? Ik ga die meterkast even opblazen. Kijk of die sleutel hierin ligt. Eens even kijken. 3, 2, 1. En wacht eens even. Ben je serieus? Dit is gewoon een deur. Ik kan hier gewoon naar binnen toe. Loop ik hier gewoon heel de boel op te blazen? Nou, dat is ook niet echt de bedoeling hier. En Kees Vlodder, wat doe jij hier eigenlijk als ik vragen mag? Ik hou de wacht, maar ik mag je niet doorlaten. Sorry, Deli. Hoezo mag je mij hier niet doorlaten als ik vragen mag? Er is een geheime operatie aan de gang waardoor het niet mag. Ik kan daar ook niks aan doen, hè? Een geheime operatie. Oké, duidelijk. Laat ik eens even gaan kijken wat hier nou precies aan de hand is. Ik wil even mijn auto terughalen, want Johnny heeft mijn auto gewoon gestolen. Dit is gewoon een valstrik, hè? Oké, laat ik eens even kijken waar die ligt. En als het goed is, moet hij achter ergens gaan liggen. Maar in ieder geval, ik moet eens even hier naartoe gaan lopen en kijken wat hier nou precies aan de hand is. En wacht eens even. Wat doen hun daar nou precies? Zo, Johnny, dus je hebt de auto gevonden. Dat kost u voor, daar kunt u namelijk heel veel geld voor verdienen, hè? Dat is een mooie Audi RS6. Zeker, deze mag je hebben. Gefeliciteerd, jongen, je hebt een ton verdiend. Hey, stop eens even. Deze auto is van mij. Johnny, waarom ben je met mijn auto vandoor gegaan? Jij rijdt toch ook in mijn auto? Dus wat doe je nou moeilijk, man? Ja, jongen, omdat ik een keer met jouw auto rijd, betekent niet dat ik hem ga verkopen, oké? Sorry, hoor. Weet je, ik geef je wel de sleutels terug, maar dan rij je ook niet meer in mijn auto. Dat dacht ik ook. Mooi, dan leg ik nu sleutel even mee. Sorry voor de onderbreking, meneer. Wie ben jij? Mijn naam is Delano en Johnny wil namelijk mijn auto van u verkopen. Ik zou er maar van opblijven als ik jou was, hè? Oh, is dat zo, meneer? Dat zullen we nog wel eens zien. Hier, hè, wat denkt u wel niet? Wat denkt die gek wel niet, hè? Ben je helemaal gek geworden, joh? Hier, dit gaan we niet doen, hè? Domme meneer. Raar mens dat je bent, hè? Wat denk je wel niet? Zo, hoppa. Johnny wil tegen mij vechten. Hey, stop er eens mee, Johnny. Ga je nou weer beginnen, hè? Oké, laat ik snel die sleutels van mij nemen. Ik denk dat het een goed plan is. Dag, Johnny. Blijf maar lekker daar, zou ik zeggen, hè? Wat denkt hij wel niet hier te doen? Oh nee, laat me er vandoor gaan. Thank you. Nou, Johnny blijft lekker daar. Hij is een beetje boos voor mij. Kan mij het schelen hier? Wat is dit nou weer? Wat was hij hier aan het doen? Aan het kijken, PewDiePie aan het kijken, Ninja aan het kijken. Wat? Oké, dat is raar. Ik heb blijkbaar Johnny heel erg kwaad gemaakt. Dus hij mag maar eens snel sorry tegen mij zeggen. Want Johnny, ja, hij is niet zo lief geweest tegen mij. Laat ik snel vandoor gaan hier. Ik denk dat het een goed idee is. Zo, wat een raar gedoe is het ook gewoon hier, man. Oh, nee. Nou, in ieder geval, ik heb de autosleutels. Dat betekent maar één ding, dat ik er weer vandoor ga. Door naar mijn ouders. Ik hoop dat alles oké is met mijn ouders, want ja, eerlijk, het is wel een beetje raar wat er net gebeurd is. Dus ik kan maar eens even gauw gas geven. Wat ik wel raar vond, is dat Kees aan mijn doorgang aan het blokkeren was. Hij heeft wat te verbergen. Zou dat oma zijn, of zou het iemand anders zijn? Ik durf het oprecht ook gewoon niet te zeggen. Maar weet je, laat gewoon even een stukje rijden. Ik denk dat het wel een goed idee is dat even te doen. En als het goed is, zijn we dan bijna thuis aangekomen bij mijn ouders. Dus dat betekent maar één ding, dat ik even naar binnen ga en even snel mijn auto ga parkeren. Want als ik mijn auto parkeer, dan kan het wel vast wel goed komen, toch? Of tenminste, ja, dan
dan komt het wel goed. Laat ik hem even hier neer gaan zetten en even naar binnen gaan walken. Oké, ik ben weer thuis. Pa, ma, waar zijn ze weer gebleven? Pa, ma, zijn jullie boven? Wacht, ik weet niet hoor. Zijn ze misschien boven of zo? Zijn ze in de tennishal? Ik weet het niet. Zij waren toch thuis? Of hoe zit dat nou weer? Oké, pa. Nee, dat is Tracy's kamer. Daar zitten ze niet. Pa, ma, en ook al niet. Waar zijn ze dan? Oh, dit meen je niet. Hè? Waar zullen ze dan wel uithangen? Oké, zullen ze dan misschien hier zijn? Nee. Daar komt trouwens net vandaan. Misschien in de tuin of zo? Ik weet het niet. Ik vind het heel raar dit. Maar pa, ma, die gaat toch niet zomaar vandoor? Pa, ma, ook niet. Pa, ma. Oké, er zitten wel mensen te tennissen, maar die zijn er hier helemaal niet. Laat ik snel weggaan hier. Dat betekent maar één ding. Waar was Kees Vodder daar trouwens? Dat vond ik ook al zo verdacht. Laat ik snel teruggaan naar de plek en de autosleutels eruit halen dat mijn auto weer gejat wordt. Dat wil ik dus helemaal niet, hè? Dus daar gaan we dan weer terug naar de plek. En terwijl we er bijna weer zijn, wil ik toch even weten wat er aan de hand is. Oh, ik kan ook niet rijden hier zo. Het is een beetje lastig hier, maar ja, mijn auto gaat ook gewoon super snel. Dat is een beetje het ding. Ik heb een schoon vermoeden dat ze weer hier binnen zijn. Ja, geloof me, daar zijn ze. Mijn scooter staat nog wel. Dus laat ik even gaan kijken. Alleen Vlodder, waar zal hij nou weer uithangen? Ik durf het niet te zeggen, jongens. Goed, hallo? En waar is Kees Vlodder nou weer gebleven? Ik durf het niet te zeggen. Oké, wacht. En pa, ma, wat doen jullie hier zo? Dank u wel voor het redden. We moeten snel vandoor gaan, ja? Ik ga naar de auto toe. En ik ook, echt. Doe alsjeblieft voorzichtig eens. Ze zijn er vandoor gegaan net. Oh, goed om te weten. Laten we even hiermee vandoor gaan, ja? Oké, snel de deur uitgaan, want ik denk dat anders weer echt te laat wordt als ik het niet doe. Oké, we moeten naar buiten. We moeten snel naar buiten. Oh, dat is echt niet best, man. Oké, zet eens in de auto. Dat betekent maar één ding, we snel vandoor gaan. Oké, leg uit. Waar zijn ze eventueel naartoe gaan dan? Ik weet niet, Alana, maar het is echt foute boel hier zo. En wat doet Kees daar de tijd eigenlijk? Kees, die staat altijd uitkijken. Je moet hem niet vertrouwen, echt niet. Hij gaat slecht met spullen om. Oh nee, maar we moeten even kijken waar zijn oma eigenlijk uithangen. Ik weet het niet. Maar laten we daar even op zoek gaan, op zijn minst. Goed plan. Oké, guys, als het goed is zijn we hier ergens aangekomen. Want hier wonen ze het eventueel, toch? Zijn we terug naar huis gegaan, naar dit huis? Ja, klopt. We wouden waarschijnlijk oma meenemen. Oma meenemen? Waar heb je. Oké, wacht. Ik ga ze even gewoon bespioneren. Goed. Is goed, liever. Doe een beetje voorzichtig, hè? Ga ik doen. Oké, moeder zegt dat ik een beetje voorzichtig moet zijn. Nou, dat ga ik dus niet doen. Oké, ja, eigenlijk wel. Ik moet gewoon naar mijn moeder luisteren. Dus even kijken, want hier moet het zijn. Wacht, hier zijn ze in de woonkamer. Ik wil eens even weten wat ze tegen elkaar te zeggen hebben. Dus laat ik even afgeluisteren. Oké, shh, heel zachtjes naar binnen komen. Ze hebben niks door. Oké, mooi. Zeg maar, waar zijn die ouders van Deli nou weer? Niet meer in de gevangenis, maar ook niet in zijn huis. Heb jij hen soms vrijgelaten of zo? Zeg, ga je mij nou de schuld geven, stuk vreten dat je bent? Hoe moet ik dat weten? Ik was thuis alles voor jullie aan het doen. Ondankbaar kreng. Ik hield alles in de gaten. Hoe kunnen ze nou ontsnapt zijn? Misschien bestaan tovenaren wel echt. Ja, Kees, jij gelooft nog in sprookjes, zeker. Maar goed, hen ouders zijn niet het belangrijkste. Maar de oma van hen wel. Kees, weet jij waar oma is? Jij had haar toch afgevoerd? Ja, dat weet ik. Maak je maar geen zorgen. Ik heb haar bij de kapitein afgeleverd op een schip. Die weten hier wel raad mee. Mooi, daar gaat Deli nooit achterkomen. Wat een dom kop. Inderdaad, ma. Die flipt hem helemaal. Wacht, wat? Ben je serieus? Oké, laat mijn wapen even snel weg doen, want anders heb ik echt een groot probleem straks. Oh my freaking god, ben je serieus? Oké, ze zitten dus bij het schip, hè? Oké, duidelijk, weet je? Ze hebben tegen elkaar gezegd. Dat betekent maar één ding. De hoogste tijd om naar het schip te gaan en even daar gewoon een redding proberen te verzorgen. Want dit is gewoon echt verschrikkelijk wat hier nu aan het gebeuren is. Goed, laat ik even snel de auto stappen. Oké, ik heb een aanwezig gekregen. Ze zijn dus bij het schip blijkbaar. Waarom is oma überhaupt bij het schip? Ik weet waar ze precies zijn. Dat was echt heel erg dicht bij het andere huis. Zou dat wel betekend hebben dat zij naar het schip afgevoerd zijn? Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. Ik weet het ook niet, maar inderdaad, wat mama zegt, het zou zomaar kunnen. Oké, helder. Laat ik er even snel naartoe gaan. Ik denk dat dat een verstandig idee is. Dus dat betekent dat ik er lekker op af kan rijden. Ik denk dat ik dat gewoon even moet doen, toch? Dus ik zie je weer daar zo. Oké, het schip is dus daar, dus ik moet even een boot gaan vinden. Want als ik een boot heb, ja, dan wordt het een beetje lastig om naartoe te komen. Ja, het kan wel, maar ja, het is toch beter om een boot te hebben dan geen boot natuurlijk. Eens even kijken hoor. Ik zie wel een strandwacht, maar ik zie niet echt iets in het water zitten van een live sea of ding of weet ik wat allemaal. Dus ga ik zelf even een boot fixen. Goed, weet je, ga ik nu wel regelen. Ah, daar is een boot. Laat ik even deze naar me toe halen. Ik heb de boot naar me toe gehaald. Dat betekent maar. Waar is hij nou weer? Oh, ineens is hij weg. Oh, ik wist niet dat boten kunnen verdwijnen. Ja, dan pak ik mijn eigen bootje. Ik heb gewoon een goede boot weten te vinden. Ja, oplaadboot. Hartstikke leuk. Kan ik ook mee varen. Dat is ook wel fijn. Dan ben ik niet afhankelijk van al die andere dingen. Dus ja. Nou, dan gaan we dus hoor. Even erop af. Oké, moet stiekem aan boord komen, want anders hebben we een groot probleem. Daar gaan we dan. Aan boord. Oh nee, ik ben dus nu helemaal onder water. Snel naar boven, boven, boven. Oh, ik zit dus onder het water. Oh, ik ben helemaal bezinkt. Oké, daar is een trap. Dat is maar één moment en dan snel eruit komen. Ik denk dat dat het beste is. Oké, eruit. Oké, gelukkig maar. Hey, daar blijven jij. Oh nee, ik ben nu al gezien. Oh nee, dit meen je niet. Oh, ik word gewoon aangevallen. Oké, snel. Schakel ze uit. Mooi. Zo, even allemaal uitschakelen. Oh, anders zijn we echt een Sjaak. Oh nee, ik word aangevallen door een hele grote groep. Oké, dit is niet de bedoeling. Oké, first person modus. Ik denk dat dat beter is. Oké, waar is iedereen? Oké, laat ik even snel gaan lopen. Oké, dus daar zijn ze. Mooi. Oké, ik moet even een andere wapen hebben. Oké, daar is er ook eentje. Mooi. Oh nee, ik word aangevallen. Ik word aangevallen. Hoppa, lekker neer. Zo doen we dat. Oh, oké, is er nog eentje? Daar zijn ze. Oké, we moeten oppassen. We moeten oppassen, anders zijn we de Sjaak. Mooi. Deze afschieten. Mooi, 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 mooi. Zo, oké, hier ook even eentje. Mooi. Lekker dan. Goed, en daar is er nog eentje. Zo, hoppakee. Dit is wat we doen met deze mensen. Oh, even reloaden. Dat is echt een gevaar dit. Oh, dit is echt niet de bedoeling. Maar wat moet ik doen? Oké, zijn er nog meer mensen? Ik denk het wel. Oh, wacht, daar zijn ze. Hier binnen. Oké, mooi. Afknallen die gast. Oh, daar is er ook één. Wacht, shh. Oké, ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Oké, snel. Hij is daar, hè? Of niet? Waar is die gast? Zag ik hem hier? Ik weet niet waar die is gebleven, hè? En, oh, daar is hij. Mooi. We gaan hem pakken. Zo. Hoppa.
Zo doen we dat. Oké, lekker dan. Even zijn wapens meenemen. En we moeten gewoon voorzichtig zijn. Oh, het is echt helemaal... Het is echt een vieze zooiboot geworden. Oké, eens even kijken of er nog meer zijn. Oké, is hier iemand? Nee, gelukkig. Oké, snel naar boven. Snel. Ik heb het idee dat we nog niet iedereen te pakken hebben gehad. Oké, ik hoor ze nog. Oké, daar. Oké, snel. Zo, hoppa. Dit is wat we met deze mensen doen. Nog meer? Of hebben we nog niet alles gehad? Oké, ik denk dat ik hier even moet kijken. En zijn hier nog mensen? Hallo? Is er iemand? Oké, ja, ze zijn er nog steeds. Oké, hier niet. Oh, daar. Mooi. Zo, dit is wat we met jou doen. Oh my god. Dit is echt niet de bedoeling. Oké, snel. Oh, daar is er ook één. Mooi. Die heeft me niet geraakt. Oh, mijn handen zitten helemaal onder. Helemaal onder de ranja. Oh, en daar is er ook één. Mooi. Even afhalen deze. Het is wat we met jou doen. Zo. Oké, is er hier nog iemand? Als je er bent, laat je nu horen. Ik denk dat we bijna iedereen hebben gehad. Maar ja, ik weet het. Nee, toch niet. Er zijn nog meer. Zo, dit is wat we met jou doen. Hebben we nog iemand nodig of niet? Oh nee, oké. Oké, dit is in ieder geval veilig. Oké, ik denk dat we iedereen gehad hebben. Ja, vertel op. Hè? Waar is hij dan? Waar is mijn oma? Gast, waar heb je het over? Oma is lang alweer weggevoerd. Als het goed is, zit ze bij een of andere casino of zo. Ze wil gaan gokken. Dus yeah, let's go. Met de familie Flodder. Wacht, wou ze serieus gaan gokken? Serieus, dat zie ik oma niet doen. Maar als het zo is, jij zegt het. Ga ik er maar snel vandoor. Oh, ik moet me even helemaal gaan omkleden en even verband omheen leggen doen. Want ik zit dus helemaal onder. Laat me naar het casino gaan dan, hè? Zo, ik heb al dat vuiligheid er even afgehaald. Oh, snel wegwezen hier. Ik hoop niet dat ik nog veel geraakt word. Ik denk dat we iedereen gehad hebben. Goed, laat ik even de band gaan pakken en er vandoor gaan. Oh, pas een beetje op. En dat betekent maar één ding. We gaan even op deze boot. Terug naar het grote land. Want wat er net gebeurde met oma was niet oké. En nee, daar staat nu ook ineens een jetskietje. Had ik die maar gepakt. Oké, we zijn zo snel. Oeh, oké, een beetje oppassen, gast. Zo, auw. Oké, dat is niet echt de bedoeling. Maar goed, laten we de auto gaan pakken en snel wegwezen hier. Want we hebben niks meer te zoeken. Oké, we gaan er snel vandoor. En dat betekent maar één ding, dat we naar oma gaan. Heb je oma nog niet gezien dan? Nee, die is alweer weggevoerd. Wat stom dit. Maar ik zie jullie weer daar. Nou guys, we zijn dus bijna aangekomen bij het casino. Ik denk dat de hoogste tijd is om even naar binnen te gaan. Ja, inderdaad. Doe je wel een beetje voorzichtig, Delano? Ja hoor, natuurlijk doe voorzichtig. Komt helemaal goed. Maak je maar geen zorgen, oké? Mooi. Hey Delano, veel succes hè. Hey, dankjewel pa. Goed, laat ik even hier naar binnen gaan. Ik denk dat het een goed idee is. Dus ja, zonder wapen natuurlijk. Maar goed, ik pak weer een wapen. Oh my god. Nou ja, ik word in ieder geval binnengelaten door deze vriendelijke meneer. Want ik moest bij het casino zijn. Ik dacht al van, hè? Er is wel meer in het casino gebeurd. Tenminste, het is wel de plekken voor ook toch, hè? Dat er dingen gebeuren. Maar oké. Nou, we zijn dus hier aangekomen. Laat ik even in het rad spinnen en doen alsof ik gewoon een speler ben. Goed, laat even aan de lucky wheel draaien. Kan dat tenminste of gaat dat niet? Oh, we moeten nog 12 minuten wachten. Nou ja, dat is niet heel veel. Nou, waarschijnlijk is dat precies 24 uur tussen dat ik ben geweest. Goed, dan ga ik wel even andere dingen doen. Even gewoon doen alsof ik in het casino ben. Even de diamonds minen, man. Oké, goed plan. Oké, laten we iedere keer gewoon maximaal inzetten. Dat is ongeveer 500. Oké, oeh, dat is wel heel veel. Goed, we kunnen 2 keer spinnen. Ga ik winnen of niet? Oh, nee. Oké, tot nu toe nog niet. Hey, we hebben gewoon gewonnen. 5000 piek. Oké, mooi. We gaan even blijven spinnen. Ik wil 10.000 piek maken, man. En heb ik iets gewonnen? Nope, helemaal niks. Oké, nog een keer. Oké, dat is al helemaal niks, jongen. Oké. Oh, wat jammer dit. We kunnen nog 1 keer spinnen. Goed, en. Ga ik iets winnen? Ja, oké, iets. Ja, 5000 piek. Mooi. Laten we even doorgaan spinnen. Want ja, we moeten gewoon even doen alsof we in het casino zitten. Ah, ik moet die 7's hebben, man. Oké, we kunnen nog eens een keer spinnen. Oké. Niks. Oh ja, toch wel. Oké, mooi. We moeten gewoon blijven spinnen. Gewoon doen alsof we aan het spelen zijn. Ah, jammer. Oké, we gaan gewoon ons geld maar maken. Net een goed idee is. Ik bedoel, alsof ik nog een casino zit. Oké. Kunnen nog een keer 1000 inzetten. Oké, kunnen nog 1 keer spinnen met dit. En als we het dan niet hebben, ja, nou ja, dan heb ik gewoon verloren. En nope. Nou, daar gaan we dan weer. Jongen. De grootste winnaars zijn natuurlijk het casino. Ik denk dat het wel voor zichzelf spreekt. Maar goed, ze hebben nu niks door. Dus dat betekent maar één ding. Dat ik via deze kant naar binnen kan. Want er is een manier om naar binnen te gaan bij de Staff Only Room. Oké, shh. We gaan even de kaarten erin halen. Let's go. Oké, we kunnen hier naar binnen. En dat komt goed uit. Dat betekent maar één ding. Dat ik hier even naar binnen kom. En wacht, wat doet iedereen hier? Oké, duidelijk. We zijn dus hier aangekomen. En wat is hier voor plek? Oké, hier moet ik nu naartoe. We gaan even kijken waar ze überhaupt zijn. Oké, hier is dus helemaal niks. En ik ben dus bij een of andere kamer gekomen. Wat is dit allemaal? Een lockers? Oké, dat is een washok. Dat is niet heel speciaal. Maar blijkbaar heb je dat ook in het casino. Dat wist ik dus niet. Nou, dan weet ik dat nu, hè. Goed, laat ik hier even uitkomen. Want hier moet ik dus niet zijn. Maar waar moet ik dan wel zijn? Oké, laat ik hier even kijken. En de camerabeelden. Oké, laat ik even de camerabeelden bekijken. Misschien kan ik hier wel iets vinden. Oké, tot nu toe lijkt het allemaal wel rustig of zo. Ik weet het niet. Maar het ziet er gewoon goed uit. Oké, en misschien hier ergens of ook al niet. Nou, ook hier kan ik niet heel veel vinden. Het ziet er gewoon heel erg rustig uit op dit moment in het casino. En iedereen is blijkbaar naar Mr. Beast aan het kijken. Serieus, op uw werktijd. Is er misschien iets achter of zo? Ja, je kunt hier daar naar het casino, maar dat is niet echt de bedoeling. Oké, laat ik terug gaan, want ik hoef niet naar het casino. Oké, laat ik even verder gaan kijken. Misschien moet ik hier doorheen of zo. Ja, oké, hier heb je de poortjes. Oké, dan gaan we snel. Goed, ik ben niet bij een luchthaven hoor. Maar dit is de eerste keer dat ik hier kom. Oké, misschien is hier iemand of zo. Ik durf het niet te zeggen. Hallo, is er iemand? Hallo. Oké, ik heb het idee dat er iemand is. Ik meen het. Oké, waar is iemand dan? Oké, even stil. Oké, is er een dame? Oh, daar is een dame. Ja,
Wat doe je hier zomaar dan, hè? Je mag er niet komen, dat is alleen voor werknemers. Hé, luister, heb je toevallig mijn oma gezien? Er is iets serieus aan de hand. Oh, oma, ze bleef met twee andere mannen in het hotel. Twee andere mannen? Oh nee, dit meen je niet. Ze is nooit met twee andere mannen. Vind ik heel raar dit. Hoe kan ze het ook gewoon zo nuchter zeggen alsof er iets aan de hand is? Een hotel is namelijk boven, dat weet ik wel. Goed, laat ik je snel eruit gaan. Heb ik tenminste nog iets aan de antwoord gehad, maar ja. Waar zal dan het hotel moeten zijn? Eens even kijken waar de trap is, want we moeten naar boven toe. Oké, is het dan hier ergens? Oké, daar is de uniform storage, dan moet ik niet zijn. Oké, wat is hier dan? Hier is een kluis zeker, hè? Mag nooit komen. Ah, daar is het trappenhuis. Mooi. Via hier kunnen we dus naar boven toe en... Nee, we moeten niet naar beneden. Wat is beneden trouwens? Is er ook iets of is er helemaal niks? Oké, dat is de LL. Nou, fijn. Maar hier is lijkt helemaal niks. Dan moeten we toch naar boven naar het hotel gaan. Ik meen het. Het is toch best groot hier zo. Ik wist niet dat er zoveel backstage hier was. Maar blijkbaar dan. Goed, laat hier even naar buiten gaan. We hebben niks te zoeken. Oh nee, ik mag... Oké, strol. Terug. Dan zijn we dan weer terug in het casino. Maar ik moet de management room vinden. Want daar kun je via naar het hotel gaan, hè? Via de manager. Dus even kijken hoor. We moeten heel zachtjes zijn. Ze mogen niks doorhebben. Ah, daar moet het dan zijn of niet? Oh, Steph only. Nee, ik moet de management room hebben. Ah, daar is het. Oké, ik ben ook een medewerker, meneer. Ik ga even naar binnen hoor. Niks aan de hand. Oké, en ik ben dus nu hier ergens terechtgekomen. Wat is dit nou weer voor plek? Oh, hier is de kamer van de baas. Oké, hier moet ik niet zijn. Oh, daar is de baas. Shh, snel. We mogen hier niet voor zijn. Oké, we moeten de trap vinden. Oké, daar is ook de baas, denk ik. Ik weet het niet precies wat het is, maar. Oké, hier is de trap. Hè. We moeten omhoog. We moeten sowieso omhoog. Want dit is niet de goede kant. Oké, we moeten via de restricted area erin. Oké, hier moet het dan zijn. En als het goed is, moet ik hier naar boven toe. Ze hebben een hotelkamer geboekt. Nou, fijn dan. Het gek is, ja, ik mag hier ook helemaal niet zijn. Het is echt gewoon zwaar verboden toegang waar ik nu ben, hè. Maar we doen het wel eventjes. We gaan gewoon helemaal naar boven toe. Ik denk dat dat het beste is. Oké, hier hebben we de service room. Nou, dat is niet veel. Welke hotelverdieping is het? Oké, dat is nummertje 3. Daar is het ook niet. Oké, dat is hotel. Nou, kamertje 4. En dan gaan we nog eentje omhoog. Als het goed is, moet het daar zijn, hè? Ja, oké, hotel service room 5. Oké, mooi. Dus hier moet ik 1 zijn. Oké, waar moet ik in? Oké, ik moet dus hierin, hè? Oh, de familie Vlodder is hier letterlijk. Oké, duidelijk. We moeten hier heel zachtjes zijn. Wauw, wat een mooi hotel is dit. Het is wel echt heel gaaf dit. Eerlijk, dit heb ik nog nooit eerder gezien, zo'n mooi hotel. Maar ja, het moet hier namelijk niet zijn. We moeten niet afgeleid raken. Dat is echt gewoon het casino hotel ook gewoon. We moeten bij service zijn. Hier is het dan. Oké, top. Laat hier even ingaan. En waar is oma dan precies? Wacht, ben je serieus? Oma, is alles oké met je? Delano, help me! Oh nee, ben je serieus? Zo, Delano, wat een mooie verrassing, hè? Wacht, wat? Johnny, wat doe jij hier zo? Oh nee, ben je serieus, jongen? Je let weer niet op. Kijk maar weer achter je. Achter me? En oma, waar is ze ineens heen? Nee, dit meen je niet. Ineens is oma weg. Nee, ze zijn allemaal weg. Oké, mensen, like voor deel 3.